kleuren met bloemen vandaag bij Wil. En het is een hele bijzondere. Want de prijswinnaar van de bloemen zit erbij. En van de concepten. En dan nog een keer de normale bloemen. Dus het wordt een bijzonder, hoor. Wil, volgens mij ben je gekke planten en bloemen. Jazeker. Ja, dat zie ik in je tuin. Ja, er staat hier niet zoveel. Hoe kan dat nou? Ja, ik krijg niet zo heel veel. Ja, ja. Je krijgt nooit wat? Nee, ik krijg niet zoveel. Dan weet je dat ik dat bijna elke week hoor? Ja. Nou ja, ik ga natuurlijk allerlei vazen met bloemen vullen. Die vazen staan, die moeten elke week gevuld worden. Zo is het gewoon, hè? Ja, ik zal mijn best doen. Hey, ik ga aan de slag. Oké. Okay. En dat doet hij met alle genomineerden uit de categorie snijbloemen. Kijk, ik heb een hele vaas met bloemen gemaakt. Maar hier zit de prijswinnaar niet bij. Die ga ik ook nog gebruiken. Kijk, en de winnaar, dat is deze. Dat is de Sombrella. Dat is een grisant. En waarom heeft hij nou gewonnen? Nou, dat is natuurlijk wel een heel aparte bloem, moet je kijken. Eigenlijk zei ook die jury, die zei van, het is net of het een mosje is wat hier bovenop zit. Het is een hele trendy, gekke bloem. Het is echt iets nieuws. Ja, ik vind het voor de grisant inderdaad heel bijzonder. Kijk, grisanten die heb je natuurlijk in allerlei soorten. En sommige mensen vinden het een beetje truttig, die vinden dat gedateerd. Eigenlijk komt het door het succes van deze bloem. Het is een makkelijk te telen bloem die het hele jaar eigenlijk kan leveren. Dus het hele jaar zie je grisanten. En wat krijg je dan als mensen dingen te veel zien? Vinden ze de ene truttig. Maar het is een hele waardevolle bloem, want zet je ze op de vaas neer, hij kan zo 6 tot 8 weken staan. Want het is er eentje van de snijbloemen die het langste meegaat. Kijk, dit noemen we pluisgrisanten. Wat doen ze dan? Ze halen die zijknopjes weg en dan krijg je op een gegeven moment een hoofdknop. Die wordt helemaal ingepakt dat die bloem mooi blijft en dan krijg je een grote bloem. Terwijl grisanten, dat zijn meestal trossen en dat zijn van die hele kleine bloemetjes. Maar van grote witte bloemen houden we ook. Van de snijbloemen terug naar de uitreiking van de glazen tulp. Daar zijn kwekers aan de beurt om hun concepten te presenteren. Een haagconcept. Het concept van de kant-en-klaarhager is er natuurlijk al langer. Ik denk vooral dat kant-en-klare aspect, dat is voor een consument natuurlijk heel erg handig. Dit moet je zien als een grote Lego-box. Ja, je kan ermee spelen. Als je een foto maakt met die dingen zo naast elkaar, heb je verleiding gemaakt. Ja. En een concept hoort te verleiden. Wondervleur aroma, een mini-phalaenopsis met een trendy, hippe geur. Ik moet zeggen, ik vind het een leuk concept. Ik vind het niet nieuw. Qua cadeautje is het wel grappig. Vooral vrouwen onder elkaar vinden dat volgens mij wel leuk. De Tilantia Ionanta. We hebben een nieuwe insteek aangegeven door ze in het gaas te laten groeien. Ik vind het op zich wel heel grappig bedacht, dit, hoor. Je kan hier verhaaltjes vertellen in dit wereldje met je plantjes, waarin je kan zeggen, je kan de letter zetten in love en voor moederdag. De Get a Garden hebben we ontwikkeld voor de consument die snel en gemakkelijk een eigen professionele minituin wil samenstellen. Kloppen die kleurpotjes ook bij de kleurplantjes? Ik denk dat daar een hele grote markt voor is. Alice is dus een jonge dame die voor ons de wereld afreist op zoek naar nieuwe soorten. Dit is volgens mij de eerste keer dat ik een beetje een plant zie die inderdaad op een webblog een heel verhaal gaat, zijn eigen wereldje gaat krijgen, ja, zeg maar. En dan gaan we naar de nummer 1. Ja, het is de Tilantia. Kijk, dan is dit de winnaar van de concepten. De Tilantia heet het. Er zit Tilantia in. Dat is een plantje. Kijk, die zit hier. Je kan hem zo neerzetten, maar je kan hem ook, er zitten twee klemmetjes bij, zo neerzetten. Ik kan hem zo laten staan, maar je kan hem plat leggen. Op elke manier kan je dat doen. Verzorging? Bijna nihil. Soms één keer in de maand eventjes een beetje een plantenspuiter in, dat hij een beetje vocht heeft. Meer hoef je echt niet te doen. Op een gegeven moment gaan ze vanzelf bloeien. Maar ziet het er leuk uit of niet? Het is net een schip in de glas, hè? Nou, Wil, is je leven gekleurd met bloemen? Zeker. Er staat ook. En je prijswinnaars, die heeft ook gewonnen. Moet je kijken, je bent helemaal trendy. Ja. En wat vinden we die? Ja, heel mooi. Leuk, ja, hè? Ja, schattig. Nou, wil je dat nou ook? Wil je ook je leven laten kleuren met bloemen? Dan moet je even reageren via Facebook of onze internetsite. Maar ik kom niet elke week met winnaars, hoor.